Rutte schrijft vandaag in een opiniestuk dat we de banden met Amerika warm moeten houden. Ja, hij geeft vandaag een lezing op de Universiteit Leiden. Daar is dit stuk in NRC ook op gebaseerd. De oorlog in Oekraïne die had er heel anders uitgezien als de VS zich er niet mee hadden bemoeid, schrijft hij. Zonder hun materiaal en zonder hun financiële middelen hadden we het veel moeilijker gered. En toch kan Europa niet blijven schuilen onder de Amerikaanse veiligheidsparaplu in de NAVO, zo schrijft hij. Moeten inzetten op een sterke defensie en vooral blijven samenwerken met de Verenigde Staten. Nou, Rutte is dus dankbaar voor de banden die we met dat land hebben. Hoe zou de impact geweest zijn geweest zonder hen? En nu al zijn miljoenen Oekraïners op de vlucht, vielen er duizenden burgerslachtoffers en zijn complete dorpen en steden aan flarden geschoten. Deze week staan we ook hier bij Goedemorgen Nederland uitgebreid stil bij 1 jaar oorlog met persoonlijke verhalen van Oekraïners onder andere. Vandaag het verhaal van Anja Geraschenko. Ze woont nu een aantal jaar in Nederland, maar was daarvoor burgemeester van een dorpje in het oosten van Oekraïne, vlakbij Kharkov en het front. Dit is mijn broer. Hoe heeft u het afgelopen jaar beleefd? Een soort van nachtmerrie die is nog niet voorbij. En het is echt outputend voor onze familie. En als je ziet hoeveel jonge mannen, jonge vrouwen overleden of worden zwaar gewonden, dat raakt je hart. De Oekraïners die blijven maar volhouden. Hoe komt dat, denkt u? Zoals mijn broer zegt, toen ik hem vroeg, broer, hebben wij een kans? Hij zei, Anja, wij hebben gewoon geen keus. Als wij gaan alles opgeven, dan dat is de slechte optie. En daarom wij zijn doorzettend met onze strijd. Ja, vrijdag, dan is precies 1 jaar geleden, die invasie. AIVD-topman Erik Akerboom die zegt, de impact van 24 februari die zal nog groter zijn dan 9-11. Denkt u dat hij daar wel eens gelijk in kan hebben? Nou ja, je ziet een aantal van die game changers, zoals we dat noemen, in de wereldgeschiedenis. Hè? Het vallen van de muur, 9-11, nu dit weer. Maar dit is wel het opschudden van alle kaarten geopolitiek gezien. Hè? De impact van deze oorlog gaat bepalen. En zeker ook wat er op slagveld, uiteindelijk wat de uitkomst zal zijn, heeft heel sterke invloed op hoe de wereld daarna eruit gaat zien. Ja, dan dat opiniestuk hè, van de premier, Mark Rutte. Hij zegt, zonder de bemoeienis van de Amerikanen hadden ze er in Oekraïne heel anders voor gestaan. Heeft hij daar gelijk? Ja, absoluut. Kijk, de Amerikanen zijn al wakker geschud in 2014, na de annexatie van de Krim. Vanaf dat moment hebben ze ook ondersteuning gegeven. En op cybergebied. De cyberdiensten van Oekraïne ook veel meer getraind en met kennis terzijde gestaan. Maar ook de krijgsmacht van Oekraïne. Dat was een verouderde Sovjet-achtige krijgsmacht. Heel hiërarchisch. En die hebben ze echt wel omgetoverd. Ze hebben daar zelfs hun topgeneraals, onder andere de generaal John Abizade, tussen 2016 en 18 daar gestationeerd om dat hele veranderingsprogramma op te zetten in die krijgsmacht. Ja. Nou schrijft Rutte ook, hè, met de steun aan Oekraïne verdedigt het Westen ook Nederland onze manier van leven. Meneer Vonhoff, wat vindt u daarvan? Als ik het zo omschrijf? Nou ja, ik denk dat ik zou het niet beter kunnen omschrijven. Ik denk dat het echt zo is. En ik denk dat zijn oproep om daar in ieder geval zelf ook een steen aan bij te dragen en als Europa ook autonoom te worden, dus niet alleen maar afhankelijk te zijn van Amerika, ook wel een hele sterke is. Ja. Maar voorlopig, denk ik, kan wat wij dan maar het Vrije Westen noemen, en iedereen moet dat zelf maar interpreteren, maar wij kunnen niet zonder Amerika. Wat vond u van het opiniestuk? Want Dokters van de Wereld is ook in Oekraïne actief. Ja, wij zijn ook actief al sinds 2014, met name ook in Oost-Oekraïne, waar we hulp bieden aan de mensen die ook binnen Oekraïne zijn gevlucht. Nee, het is absoluut waar. Hè? Een oorlog op Europees grondgebied, wie had dat gedacht? En helaas ook weer, net als de Tweede Wereldoorlog, leunen we denk ik te stevig op de Amerikanen. Goed, Jill, iets anders.